Een hele goede middag en welkom live vanuit het Food Forum op het Floriade-terrein in Almere. En welkom bij de webinar over de lancering van de regionale alliantie Korte Keten Flevoland. Mijn naam is Joris Lohman, ik ben oprichter van Food Hub. Wij zijn gevestigd hier op het in aanbouw zijnde Flevo Campus-terrein. Ik ben ook een van de initiatiefnemers van de Taskforce Korte Keten. En ik ga u de komende kleine anderhalf uur meenemen in de ontwikkelingen van de korte keten in niet alleen de provincie Flevoland, Nederland, maar zelfs gaan we naar het internationale niveau opstijgen, zou ik willen zeggen. We hebben een vol en dynamisch programma waarbij we gaan kijken naar de toekomst eigenlijk van de korte keten. We gaan in op een aantal succesvolle initiatieven van de afgelopen jaren. En we gaan kijken wat er hier in de provincie Flevoland en ook in de brede zin in Nederland en internationaal allemaal gaat gebeuren op het gebied van verduurzaming van voedselketens. Dat komt allemaal zo. En we hebben natuurlijk, dat is niet heel onbelangrijk, de officiële lancering van de regionale alliantie in de korte keten in Flevoland. En dat zometeen. Vanochtend heb ik al een gesprek gehad met de gedeputeerde van de provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman, over wat hier allemaal te gebeuren staat en wat de ambities en de visie is van de provincie Flevoland op het gebied van verduurzaming van voedselketens. Daar gaan we eerst naar kijken. Veel plezier daarmee. Welkom, Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland. En ik zou eigenlijk moeten zeggen, fijn dat wij hier dat we hier van deze uitnodiging gebruik kunnen maken, want we zitten hier in het Food Forum. Ik zou willen zeggen, het Food Forum van de provincie Flevoland. Eindelijk. Ja. Nog niet officieel open zelfs vandaag, ja. We hebben een primeur. Waar zitten we nu? Wat is het Food Forum? Ja, Joris, je hebt inderdaad echt de primeur, want eigenlijk morgen gaan we officieel open. We zijn hier in Food Forum. Dat is de officiële inzending van de regio van de provincie Flevoland op de Floriade Expo 2022. En die Floriade die gaat over growing green cities, over de groene gezonde stad van de toekomst. Ja. Wij hebben als Flevoland gezegd, wij gaan inzetten op het thema het gezonde voedsel van de toekomst en het voeden van de stad van de toekomst. Dat is natuurlijk een thematiek die bij uitstek op Flevoland toegespitst is als grote voedselproducerende regio. Ja. Maar we zitten hier dus in Food Forum. Dat is een helemaal bio-based, nature-based ontwerpen pand. Eigenlijk een beetje de ontwerpvereisten voor de moderne woningbouw van de toekomst hebben we hier al proberen toe te passen. En we willen dit een ontmoetingsplek laten zijn voor onderzoekers, voor ondernemers, voor kenniswerkers. Om zeg maar die thematiek van het voedsel van de toekomst, het voedselsysteem wat we graag willen hebben en het menu van de toekomst, om dat te onderzoeken. Ja. En het Food Forum staat op de Flevo Campus, of is onderdeel van de Flevo Campus? Ja. Eigenlijk willen we, dat is het mooie van de Floriade, wat we willen opbouwen is eigenlijk een Flevolands kenniscentrum voor duurzame voedselvoorziening. Ja. Dat doen we samen met de Eres Hogeschool, met de Wageningen Universiteit en dus ook met Food Forum hier. Dit pand, wat een ontmoetingsplek moet zijn. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk Flevoland en de regio en ons Almere ook als kenniscentrum ontwikkelen om dat duurzame voedselsysteem van de toekomst ook te onderzoeken, te ontwikkelen en daar ook eigenlijk gewoon economie uit te gaan maken. Ja. We gaan het vandaag hebben, of deze webinar staat ook in het teken van korte ketens. Wellicht ook een beetje een jargonterm, maar het gaat eigenlijk over het verkorten van voedselketens en het aanbieden van meer lokaal voedsel, regionalisering. En jij schetst het heel erg in het kader van de bredere verduurzaming die gaande is. Hè. Waarom zet de provincie nou specifiek zo in op korte ketens? Nou, korte ketens, het is ontzettend belangrijk. Dat zie je in het hele landbouwdebat natuurlijk, dat vanuit de consument bezien de transparantie van voedselketens heel hoog op de agenda staat. Ja. En dat raakt heel veel invalshoeken. Je ziet het ook al in de Green Deal van Europa, dat de Farm to Fork strategie is geen landbouwbeleid meer. Nee, het is consumentenbeleid geworden. Ja. Dus we moeten ook leren nadenken vanuit de landbouw en ons landbouwproductiesysteem, wat eigenlijk dat menu van de toekomst, wat die consument graag wil hebben, wat dat wordt. Ja. Nou, daar zijn heel veel invalshoeken bij betrokken. De boer moet daar echt een goed inkomen uit kunnen halen. De logistiek moet goed georganiseerd kunnen worden. We moeten met elkaar afspraken kunnen maken over wat is dan dat gezonde menu. Maar het raakt ook elementen als onze handelspolitiek. Want willen wij dan nog wel die mondiale grondstofstromen ten behoeve van ons menu? Ja. Willen we dat dan nog wel? En hoe dan? Ja. Nou, daar is niet één antwoord op. Daar zijn heel veel verschillende antwoorden op te formuleren. Maar dat willen we wel samen met onze partners hier in de Flevo Campus gaan onderzoeken. Ja.
Dus jij zegt eigenlijk, er wordt wel eens gezegd van de lokaal voedsel of regionalisering, dat is misschien een beetje een kleinschalige, sommige mensen noemen het ook een niche-ontwikkeling. Ja. Dat is het voor een deel, ook als je kijkt naar marktomzet. Maar jij ziet het eigenlijk als een onderdeel van die bredere transitie waar veel geleerd kan worden. Ja, dat denk ik wel. Als we heel in het recent, in het nu, als we kijken naar de COVID-19-tijd, ja. Dan drukt dat ons met de neus op de feiten dat we ook moeten werken aan een weerbaar voedselsysteem. Ja. Als je kijkt hoe kwetsbaar de mondiale food supply chain is en hoe snel mensen in paniek raken, terecht of niet terecht, omdat schappen leeg zijn, ja. Dan zegt dat ook iets over hoe we die mondiale supply chain hebben georganiseerd. Ja. En dat het misschien best wel handig is om eens te kijken of je niet meer op Europese of regionale schaal meer voedselautonomie kunt organiseren, ja. Onafhankelijk van die grote mondiale ketens. Of dat wenselijk is en of dat efficiënt is, dat moet je dan onderzoeken. Maar het is wel een thema wat denk ik heel actueel is. Ja, dus in die zin, want je gaf ook eerst al aan, hè, de provincie Flevoland is natuurlijk een landbouwprovincie. Maar bij en ook voor een groot deel hoogproducerend en veel voor op de export gericht. Ja. En dit is eigenlijk iets wat je eraan toevoegt. Ik denk dat Flevoland en de Flevolandse ondernemers en de producenten, de boeren en iedereen die in die keten werkzaam is, die hebben natuurlijk een fantastische positie opgebouwd. We zijn een exporterende regio. Ja. We hebben ook als het gaat over tuinbouw en uitgangsmaterialen, als het gaat over het toevoegen van die waardeketens in de wereld, hè, de pootaardappelen, de uitgangsmaterialen, de zaaizaden, hebben we een unieke positie, die is ook heel waardevol. Maar er is ook zeg maar een andere kant aan dat voedselsysteem in Flevoland van mensen die produceren voor regionale en lokale markten. Ja. En hoe kun je dat nou met elkaar slimmer organiseren? Ja. Dat beginnen we nog maar net te ontdekken. En ik denk dat voor heel veel boeren daar ook wel echt hele goede verdienmodellen in zitten. Ja. Alleen dat moeten we wel slimmer gaan organiseren. Ja. Ja. En daar is dus ook echt onderzoek en ontwikkeling voor nodig. Daar is veel onderzoek voor nodig. Ja. Ja. En dat geldt niet alleen voor Flevoland, dat geldt voor Nederland, maar dat geldt zelfs op een Europese schaal. Ja. Je ziet dat heel veel Europese regio's en dat ook Europa zelf en de Europese Commissie aan het nadenken is, ja, wat is nou voedselautonomie? Hoe kunnen we nou ook meer onafhankelijk worden en een meer zekere voedselvoorziening hebben? Dat, ja. Dat is een thema wat echt weer gaat terugkomen. Ja. Het is een strategisch thema. Ja. Ja, want je maakt een aantal keer de koppeling naar de Europese speelveld. Hè? En ik merk zelf, als je in de discussie rondom inderdaad korte ketens in Nederland, dan wordt het toch vaak misschien in een wat apart hoekje gezet. Maar juist binnen Europa, ook in andere landen, is daar veel aandacht voor. Nou, ik vind dat Europese speelveld belangrijk, omdat je als je praat over regionale ketens, heb je toch vaak over Europese ketens. Ja. De Nederlandse voedselketens gaan vaak tot 4, 5, 6, 700 kilometer, hè? Buiten Nederland ook. Tegelijkertijd, die Europese belang is van belang, omdat het daar ook onze handelspolitiek wordt bepaald. Ja. En die handelspolitiek is heel bepalend voor wat boeren als verdienmodel kunnen hanteren en hoe handelspolitieke besluiten uitwerken op het boerenerf en hoe ze dan dus ook gaan handelen, ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus je ziet dit eigenlijk als een soort van ik zou zeggen, experimenteerruimte ook, waarbij de lessen die je daar leert ook op het internationaal handelspolitiek niveau, wat soms de hele verschillende werelden lijken. Klopt. Ja. Nou, ik denk dat we ook met elkaar conclusies kunnen gaan trekken over een aantal jaren. Ja, maar wat is nou als we die regionale voedselautonomie willen gaan bevorderen, als we die voedselketen en dat voedselsysteem transparanter willen maken en meer in overeenstemming met consumentenwensen, dan vereist dat aan de andere kant ook dat we onze voedselproducenten misschien wat meer gaan beschermen. Ja, ja. En dus daar zitten twee kanten aan. Ja. Wat is het dat hier achter moet blijven? Want volgend jaar is de Floriade en het gebouw bouw je natuurlijk voor een lange termijn. Wat is het wat hier eigenlijk over een aantal jaar achter moet blijven als legacy, zeg maar, wat er nu ontwikkeld wordt? Nou, ik hoop dat we vandaag de kiem leggen voor een kennisinstituut, voor een campus, voor in de eerste plaats een levende studentengemeenschap, die ook wat toevoegt aan de stad Almere, aan Flevoland natuurlijk. Maar ook dat uiteindelijk hier studenten, onderzoekers, maar ook ondernemers zich aangetrokken voelen tot deze plek. Ja. Dus het is ook een beetje placemaking. We willen ook het vestigingsklimaat voor onderzoekers en vooral ook ondernemers die bezig zijn. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Slimme stadsdistributies, slimme stadslogistiek. Hè, wat is nou het logistieke systeem voor voedsel in de stad van de toekomst? Nou, er zijn al heel veel bedrijfjes en innovatieve ondernemers mee bezig. Kun je hen hier nou ook een onderzoeks- en ondernemersklimaat bieden? Waardoor zij zeggen van, ja, ik kom naar Almere, ik kom naar Flevoland. Ja. En ik verbind mij ook met onze Flevolandse producenten en verwerkers. Ja, dat is wat hier nu wordt ontwikkeld.
Vanmiddag gaan we ook een regionale alliantie starten, hè, ondertekenen. Dat is eigenlijk onderdeel van een beweging die in Nederland bezig is, dat alle provincies in het Rijk aan nadenken zijn, hoe kunnen we nou gezamenlijk meer energie zetten in de ontwikkeling van die korte ketens. Wat is er vanuit, hè, want elke provincie doet natuurlijk van alles al op korte ketens, maar waarom is het nou zo belangrijk dat er eigenlijk bovenregionaal ook op korte ketens wordt samengewerkt? Nou, korte ketens, uiteindelijk kun je die niet alleen zelfstandig in je eigen provincie of regio of stad organiseren. Overal zijn weer verschillende barrières en je moet met elkaar samenwerken om daar een sterk geheel van te maken. Dan kan iedere regio wel een bepaalde specialisatie hebben. Wij willen, zeg maar, die kenniskant heel erg gaan organiseren op een aantal thema's. Ik noemde net al bijvoorbeeld slimme stadsdistributie, de dataverwerking, hè, het hele vraagstuk van de dataverwerking, dataverzameling om die slimme ketens te bouwen. En er zijn andere regio's die zich misschien weer specialiseren op andere elementen van die korte keten, maar daar moeten we in samenwerken. En dan moeten we ook in samenwerken om de geleerde lessen, om die ook weer, daar heb je hem weer, naar Europa te brengen. Ja. En kijken, joh, maar als je nou een Green Deal hebt met een farm-to-fork strategie en je wil wat met verduurzaming van die landbouw, dan moet je wel met deze en deze elementen rekening houden, want dat hebben wij in de praktijk al geleerd. Ja. Dus je maakt eigenlijk continu, zeg maar, de stap van wat er lokaal ontwikkeld wordt naar binnen de regio groter opgezet naar landelijk, bovenregionaal en dan weer naar Europa. Ja, ik zie daar een uitdrukkelijke verbinding in tussen wat er in Europa gebeurt, wat er in Nederland gebeurt en wat er in de regio gebeurt. Ja. En daar moeten we heel slim op inspelen. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld dat we met deze alliantie bijvoorbeeld ook kunnen gaan werken aan een kennis- en innovatieagenda die we met anderen ook weer kunnen laten gebruik maken van Europese herstelfondsen. Dus daarmee ga je ook een stukje financiering van ondernemerschap en innovatievraagstukken borgen in je regio en hier in de campus. Ja, ja. Dus het is, en is het zo dat daar op dit moment onvoldoende netwerk voor ontstond? Waarom is het nodig om nu zo'n alliantie op te richten? Nou, die alliantie, dat zijn vaak verschillende partners. Ondernemers, heel veel ondernemers. Ja. Een heel mooi voorbeeld, die ook een van de mede-ondertekenaars straks, is onze vereniging Flevofood. Ja. Dat is nou zo'n keten- en samenwerkingsverband van lokale, regionale producenten. Ja. En eigenlijk wil je die ook helpen in de vraagstukken waar ieder individuele ondernemer niet uitkomt. Ja. Nou, en daarvoor is die alliantievorming nodig. Daarvoor is ook kennis nodig. En die kennis proberen we hier op de Flevo Campus te ontwikkelen. Ja. Dus dat is in feite ook een uitnodiging om hier deze plek echt te gaan zien. Ik zou tegen iedereen die zich aangetrokken voelt tot het thema van duurzame voedselvoorziening, de korte keten, kom naar Almere, kom naar Flevofood en naar de Flevocampus en kijk hoe je daar je vraagstukken in verbinding kunt brengen met onderzoekers die daarmee bezig zijn. Ja. En volgend jaar is dus de Floriade, daar wordt vaak echt op gefocust, natuurlijk een groot moment, maar eigenlijk ook een tijdelijk moment. Wat voor soort activiteiten gaat er vanuit het Food Forum georganiseerd worden het komende jaar? Nou, we gaan een heel programma ontwikkelen. Kijk, de Floriade is natuurlijk een eenmalig evenement en eigenlijk een platform waar Nederland, Flevoland en Almere zijn beste beentje voorzet om al het moois wat we ontwikkelen, al onze innovaties te tonen aan de hele wereld, maar het is een momentopname. Ja. Daarna willen we echt een programma hebben met een hele concrete kennisagenda, ik zei het net al, waar we met heel veel partijen gaan werken aan die voedselvraagstukken. Ja. Nou, en die programmering daarvan, van wat gaan we nou met de komende jaren met elkaar onderzoeken, welke barrière, wat willen ondernemers nou aan, waar lopen ze tegenaan, dat gaan we de komende periode onderzoeken. Ja. Nou, volgens mij een hele mooie uitnodiging ook. En volgens mij belangrijk dat deze plek nu ook open gaat en het netwerk bij elkaar gaan brengen. Ja. We gaan zo meteen gaan we het met een aantal ondernemers ook hebben die al bezig zijn met de ontwikkeling van die korte ketens. Maar voor nu wil ik heel erg bedanken voor je bijdrage en de mogelijkheid om dit hier te kunnen organiseren. En we gaan nog veel horen van de provincie Flevoland. Volgens mij is dat helder. Dankjewel, Janneke Appelman. Ja, dankjewel. Wel, Joris. Welkom terug, live in de studio. We hebben een mooie introductie gehoord van de gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Daar komen we zo meteen ook nog op terug in het kader van het lancering van de regionale alliantie aan het einde van dit programma. En nu ga ik in gesprek met een aantal andere mensen bij mij. Zijn aangeschoven Bouke van der Veen, bestuurslid bij Flevofood, Sharon de Miranda,
onder andere chef-kok van het Food Forum, maar ook nog bekend van tv, laat ik het eventjes zo samenvatten. En Catharina Prauze, projectleider bij de provincie Flevoland. Welkom. En om even bij jou te beginnen, Sharon, want we zijn toch wel een beetje in jouw domein hier. Fijn dat we hier mogen zijn. Wat doe jij hier bij het Food Forum? Waar ben je mee bezig op het moment? Nou, vooral met menukaart, onder andere. En alles betreft horeca eigenlijk. Dus je bent echt de keuken aan het neerzetten. Ja. Dat zien we nu hier niet op de livestream, maar ze zijn nog echt vol bezig met de laatste voorbereiding. In ieder geval aan de buitenkant, maar jij bent aan de binnenkant. Aan de binnenkant zijn we volop bezig. Ja, deze week ook voor het eerst mogen koken. Ja. Met alle mooie producten die ik de afgelopen maanden bij elkaar heb verzameld. Zo lokaal mogelijk natuurlijk. Korte keten, goed gebruikt. Ja. Ja, het is echt wel een soort van trots wat ik voel. Ik kan niet wachten dat echt gasten mogen ontvangen. Om dat te laten proeven. Ja, we hadden net al een bordje Flevoland geserveerd. Zit er een bepaalde filosofie of gedachtegoed achter hoe jij de keuken hier wil gaan inrichten? Ja, zeker. Los van het feit dat het, we hebben afgesproken om het zo lokaal mogelijk te doen. Kijken of het lukt. Ik heb de ruimte gekregen om dat te mogen gaan onderzoeken. Kan het eigenlijk? Nou, toen kwam ik al heel snel met Bouke. Voor mij was het dag 3 dat ik begon voor de provincie, voor Food Forum. Zijn we samen op pad gegaan. Nou, toen gingen mijn ogen eigenlijk al open met wat er allemaal te halen valt binnen de provincie. Dat ik al dacht van, hoezo zou ik buiten de provincie gaan? Dat is echt bizar. Dat heb ik een aantal maanden mogen doen. En met Green Dish samen hebben we de guidelines ontwikkeld eigenlijk. Of vanuit hun guidelines heb ik het Eat Lancet principe gehanteerd. En dat betekent dat het duurzaam is binnen de grens van één aarde. En dan gezond voor de mens ook. Dat is eigenlijk de menu van de toekomst, ja. Dus voor de toekomst eigenlijk, wat we hier gaan presenteren. En het is niet alleen maar plantaardig of vegan, en alleen vegetarisch. Er is zeker ruimte voor dierlijke eiwitten, maar dan goed vlees, mooi vlees. Van Bouke onder andere, weet je, mooie runderen. Dus wel juist de rund of de koe, maar niet het kalfje, daar moet je naar kijken. En gewoon niet meer dan 100 gram per keer. Ja. En dat gaat veel dieper, daar kan ik uren over praten. Precies. Want eigenlijk zeggen ze dan 3-ster weten leven of biologisch. Nou, daar is mijn zoektocht, ben ik eraan achtergekomen dat de oranjehoen een fantastische pluimveehouder is. En ik denk van, nou, het is heel leuk dat beter zou moeten zijn als je dan 3-ster of biologisch bent. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Nee. En dat vind ik wel heel gaaf en mooi dat ik vanuit de provincie de ruimte heb gekregen om dat te mogen ontdekken. Ja. Dat is een pluspunt. Ik wist ook niet dat we binnen de provincie wijn hadden. Wijn vanuit Flevoland. Wijn vanuit Flevoland. Is dat zo? Ja, in Lelystad, ja. En is het lekker? Ik bedoel, dat tuurlijk is het lekker, het is fantastisch. Ja. Het is natuurlijk een van de meest vruchtbare landbouwprovincies, maar daar kan dus ook blijkbaar ook wijn. Ja. Ja, dat ik dacht, hebben we dat hier? Ik wist het niet, maar dan moet ik ook eerlijk zeggen, de menukaart heb ik ook anders samengesteld dan dat ik normaal zou doen. Normaal dan ga ik denken van, oh, dit is lekker en dan heb ik allemaal ideeën met leveranciers in contact geweest. En dan denk ik, oh, dan ga ik dit maken en nu ben ik echt binnen de provincie Flevoland gaan kijken wat er is, wat er te halen valt. En dat was gewoon in de auto stappen samen. En jij hebt een telefoonboek vol met zeker, boeren. Zeker, ja. Natuurlijk al die boeren en producenten die fantastische mooie dingen ontwikkelen. En ik was heel blij dat ik met Sharon daar naartoe mocht. En dat te laten zien, dat ze ermee laten kennismaken. Laat ze mezelf het verhaal vertellen. Dat was fantastisch. Is het misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar dat Flevoland niet echt bekend staat als de plek waar een heleboel bijzondere producten worden gemaakt? Dus ik ken het inmiddels natuurlijk wat beter, maar denken aan aardappels en zijn er heel veel verschillende producenten? Noem eens even wat producten. Nee, er zijn er heel veel. Kijk, we staan natuurlijk bekend als de Hutspot-provincie. Nou, aardappels, uien, penen, laten we dat wel wezen. Maar dus het is niet alleen maar Hutspot hier? Nee, ver van. Nee, er is heel veel meer. Er zitten echt hele mooie kippen. Er zitten hier, er zijn notenfarms. Er wordt hier lokale knoflook geteeld. Van de week hebben we, daar komen we misschien wel op terug, maar de Flavorbox waar een hele mooie daslookpesto in zit. Er zit hier echt zo verschrikkelijk veel. Er zit hier vlees, vis, alles wat je nodig hebt in de schijf van 5 en meer. Ja, is hier gewoon vis natuurlijk ook. Urk. En is dat dan ook, want voor veel restaurants is het ook vanzelfsprekend om bestellingen ergens te doen. En moet de kwaliteit zijn. Maar als je dat zelf gaat zoeken bij een boer, neem ik aan dat het ook ingewikkeld is qua logistiek. Loop je daar heel erg tegenaan? Ja, dat is wel zeker iets wat me nu nog bezighoudt, omdat goed voor elkaar te krijgen. En niet alleen ik ben daarmee bezig. Er zijn veel meer naast mij daarmee bezig. Want het is natuurlijk heel mooi als je een mooi product hebt. Duurzaam,
zo lokaal mogelijk. Maar als hier straks iedere dag vier dieselauto's voor het Foodforum staan. Ja, precies. Het is niet dat jij zelf elke ochtend in de auto een rondje Flevoland zou wel leuk vinden. Doen. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Maar ja. Ik hoop dat ik daar geen tijd voor heb. Ja. Ja. Dat zou, ook dat zou dan klopt het niet meer. Ja. Maar daar zijn meerdere partijen mee bezig om dat logistiek goed voor elkaar te krijgen. Dat is het beeld dat ik schets misschien ook wel een beetje achterhaald, toch? Want jullie zijn onder andere bezig met de logistiek steviger neer te zetten, beter neer te zetten. Dat is het allerbelangrijkste punt volgens mij waar we nu mee bezig zijn. En wat je ook voor elkaar moet krijgen. Ik bedoel, we hebben de producenten die fantastische producten maken. We hebben de afnemers die het graag willen hebben, onder andere Sharon, maar ook cateraars in Amsterdam of het provinciehuis of hier het gemeentehuis. Ja. Maar hoe krijg je de spullen van A naar B? En dat kan ook nog wel, maar hoe krijg je dat efficiënt voor elkaar? Ja. Dat is een van de grootste vraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Ja, ja. En daar zit ook ten opzichte van een aantal jaar geleden veel vooruitgang in. Er zijn meerdere partijen die dat doen. Er zijn meerdere partijen waar we ook mee samenwerken. Jan-Nico zei het al, maar samenwerken is natuurlijk heel belangrijk, ook voor ons. En dat betekent dat je dat niet alleen kan. Dus je werkt met andere partijen samen die bijvoorbeeld weer een IT-infrastructuur hebben. Je werkt met partijen samen die de wielen hebben om het hier naartoe te kunnen rijden. Ja. En het gaat allemaal nog wel provisorisch. En daarom is een lange keten natuurlijk zo fantastisch, want dat hebben ze zo goed georganiseerd. En vraag het welke boer ook. Ja. Het is makkelijker om een vrachtwagen vol met komkommers naar Oslo te rijden dan bij Casper Kromkamp hier van de Ecoplaza twee kistjes, ik noem maar wat. Ja. Dat is veel ingewikkelder. Ja. In al deze ontwikkelingen speelt de provincie natuurlijk een rol. We hebben het net al van de gedeputeerden gehoord. Katrien, jij bent verantwoordelijk voor de korte keten, het dossier korte keten binnen de provincie, laat ik zo zeggen. Hoe ziet jouw werk eruit? Wat doe je op dagelijks? Ik heb een combinatie. Ik ben projectleider van een Europees Interreg project, Food Change for Europe. Ja. Dus vanuit die functie kijken we ook hoe we vanuit andere regio's kunnen leren. Vanuit de Manchester regio of Maramures in Roemenië, onder andere. En daar hebben we een aantal uitwisselingsbijeenkomsten de afgelopen tijd georganiseerd. Dus dat Europese komt daar heel duidelijk naar voren. Maar tegelijkertijd heb je regionaal, ben ik ook met alle partijen omheen natuurlijk aan het werk. Van hoe kunnen we dat slim organiseren? Hoe kunnen we de samenwerking opzetten? Ja. En welke uitdagingen komen we daar tegen en hoe kunnen we daar aan werken? Ja. En merk je dat ondernemers ook behoefte hebben aan hulp en ondersteuning? Ja, juist. Dat hebben we echt in dat Interreg-project Food Change for Europe ervaren. Dat het dat andere regio's daar heel vooruit in voorop lopen. In voorop lopen om zo'n ondernemersprogramma bijvoorbeeld op te zetten. Ja. En dat hebben we eigenlijk ook die kans gegrepen om dat naar Flevoland te vertalen. Dus daar komen we straks in het programma volgens mij ook nog op terug. Ja, hoe wij dan de ondernemers in Flevoland juist met de workshops en de individuele begeleiding kunnen helpen. Ja. En ik vond het in het voorgesprek met, of in ieder geval het voorgaande gesprek met de gedeputeerden ook wel interessant om te zien dat. We hebben het hier eigenlijk over best wel pionieren. Als je zegt van om lokale producten hier op de kaart, dat is eigenlijk al best wel ingewikkeld. En de logistiek is nog helemaal niet zo georganiseerd. Dat lijkt dan soms een beetje een lokale rommelen situatie. Maar dit speelt eigenlijk op allerlei verschillende plekken in Europa tegelijkertijd. En het is met name belangrijk om daar de verbinding in te leggen. Ja, natuurlijk. Iedere Europese streek of regio heeft net weer een andere uitdaging. Maar je kan over het algemeen wel zien dat de uitdagingen op hetzelfde niveau zijn. En iedereen tegen logistiek bijvoorbeeld aanloopt of gebruik van data. Ja. En met de Floriade die er volgend jaar komt, is het ook misschien wel de plek waar we die internationale kennis hebben. Juist, dat is inderdaad het doel van Food Forum, het Floriade en de programmering. Om wat Jannico vanochtend ook al zei, een kennis- en innovatieprogramma of agenda neer te zetten. Om te kijken, oké, welke vraagstukken kunnen wij onder aandacht brengen? Hoe kunnen we oplossingen daarvoor verzinnen en samenwerken met Europese subsidieaanvragen, regeling of op andere manieren. Je hebt natuurlijk het Europese, maar landelijk zijn we ook met provincies en het Rijk bezig om stappen te zetten om juist die samenwerking goed vorm te geven. Ja. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben in het kader van de regionale alliantie. Even misschien nog één stap terug op wat er over 4 jaar ontwikkeld moet zijn. Want het is nu natuurlijk in die feite een startpunt van we gaan ons hard maken voor de korte keten. Er komt de programmering in het Food Forum.
Maar dat is eigenlijk, als ik de provincie mag geloven, een beetje het begin. Hè? Want over 4 jaar moet dat een stuk verder ontwikkeld zijn. Ja, klopt. Vandaag hebben we dan die lancering van de regionale alliantie. En dat is ook het startpunt van de programmering. Dus we gaan de komende tijd nog meer bijeenkomsten, sessies organiseren om juist die kennisontwikkeling verder te brengen. En voor daarna is het dat er echt zo'n kenniscampus moet ontstaan met studenten en ondernemers om de voedseleconomie te versnellen. Ja. Ja. Dit is heel erg gedacht ook vanuit ondernemers en vanuit toch de aanbodkant. Hè. We willen infrastructuur neerzetten om dit neer te zetten. Merk jij als niet alleen chef-kok waarbij je in contact komt met gasten, maar ook misschien jouw werk in de wereld van gastronomie en koken. Merk je dat er vraag is ook bij consumenten en gasten om lokaal te ontdekken? Nou, het speelt veel. En helemaal met deze hele corona, COVID-19 situatie, wilden mensen toch wel meer weten van, goh, waar komt mijn voedsel eigenlijk? Heb je dat zelf ook gemerkt? Dat wordt ook veel gezegd, maar heb je dat ook direct? Ja, ik heb het zeker gemerkt, ja. Toch verbaast het me nog steeds het is support your locals en de korte keten, maar de rij bij de fastfood, die zie ik nog steeds wel heel lang zijn. En ik denk, hey, dus er wordt meer over gesproken, maar nog niet echt in praktijk daarna gehandeld. Ja. Maar als je het doet, dan vinden mensen het fantastisch. En dan is het echt een pluspunt en dan doet het ze denken ook. Weet je? Er komt wel een bepaalde doelgroep op dit soort restaurants af. Ja. En ik zou het juist mooi vinden om dat dan te verrijken, om dat te verruimen. En, en dat gebeurt ook steeds meer. En ik denk juist met Flevo Campus en met studenten en de start-ups, dat je dat bereik groter kunt maken dan dat het nu is. Ja. Dus steeds meer. En ik merk bij mijn eigen kinderen en op school dat ze dus ook al mee bezig zijn. Ja. Terwijl bij mij, mijn generatie, dat is toen ik 10 jaar geleden op de basisschool zat. Nee, was dat niet zoals dat nu is. Dus dat merk ik ook. Dat kinderen ook steeds meer bewuster zijn van de moestuinen. Wat ook zo mooi wordt gedaan. Ik zal geen merkennamen noemen. Maar ja, dus we worden steeds bewuster van wat we eten. Waar het naartoe gaat. Ja. En ja, bij mij heb ik ook nog steeds veel vraagtekens. Ik leer ook met de dag. Ja. Dat is wellicht ook wel een van de lessen van de korte keten, dat het zo ingewikkeld in elkaar zit. Of wat is lokaal, wat is nou duurzamer, het een dan het ander. En dat kan je ook via de kaart wellicht daarover hebben en communiceren. Ja, dat is juist een pluspunt hoor. Ik ben op Urk geweest en toen vertelden ze mij dat meer dan 80% wordt geëxporteerd. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar waarom? Ja. En dan, dat verhaal gaat dan zoveel verder dan dat ik dacht. Ja. Dacht ik, oh, superleuk. Maar wij bij Foodforum hebben dan catch of the day. Ik heb dus geen idee wat voor vis ik heb. Ja. Maar ik vind het wel fantastisch en ik vond het bizar om te zien hoeveel vissoorten wij hier uit de Noordzee alleen al kunnen halen. Echt heel mooi. Ja. Ja. Nou, het is een aantal keer genoemd ook inderdaad dat vorig jaar natuurlijk een bijzonder jaar is geweest. Het is anekdotisch bij wijze van spreken dat er veel meer aandacht is voor korte ketens. Maar we zien ook in een aantal rapportages dat er inderdaad gewoon meer omzet is gemaakt in de korte keten. Er zijn een heleboel voedselboxen en initiatieven, Support Your Locals noemde die al, zijn vorig jaar gestart. En een van de initiatieven die volgens mij best succesvol waren en nog steeds loopt, is de Flavor Box. Ook een box waar de producenten vanuit Flavor Food de ingrediënten voor leveren. Voordat we daar kort even over hebben, hebben we daar een video over van wat de Flavor Box is. De Flavor Box is een box met lokale producten waarin inwoners van Flevoland en daarbuiten kennis kunnen maken met het Flevolandse voedsellandschap. We zijn de Flavor Box begonnen aan het begin van de coronacrisis, toen we eigenlijk merkten dat veel lokale producenten het moeilijk hadden met hun afzet. In de Flavor Box zitten producten zoals aardappelen, uien, worten en bieten die we gewend zijn die in Flevoland geproduceerd wordt. Maar daarnaast is er nog zo'n grote diversiteit aan producten. Zo worden hier bijvoorbeeld champignons geteeld. Hebben we nectarines, pruimen, kersen, maar wordt er ook saffraan geteeld. En dit soort verrassende producten zitten ook in de Flavor Box. We werken veel samen met lokale partners. Eén daarvan is ook de Rabobank. De Rabobank heeft de eerste 200 boxen afgenomen en gedoneerd aan inwoners van Flevoland die het op dat moment goed konden gebruiken. En helpen ons ook bij de doorontwikkeling van deze box. De familie Smits deelt al meer dan 50 jaar appels. En ook andere fruitsoorten die je in de box terug gaat vinden, komen hier vandaan. In de Flavor Box zul je ook geregeld verschillende volle grondsgroenten vinden. Zoals de kleurrijke bietjes en wortelen van Martin Topper.
We kiezen ervoor om met deze wortelen en bieten te werken omdat ze met passie geteeld worden en echt ontzettend lekker zijn. De aardappelen voor de Flavorbox halen we bij de familie Versluis. Al sinds 1971 verkoopt Douwe hier zijn aardappelen aan de weg. En vandaag halen we zijn aardappelen in hun boerderijwinkel. Of je nou een snelle maaltijd wilt maken of de hele middag in de keuken wilt staan, bij elke box maken verschillende Flevolandse smaakmakers heerlijke recepturen. Zo ook Nadia Zirouali, één van deze smaakmakers, die vandaag met ons de keuken ingaat om met aardappelen, uien en bieten heerlijke gerechten te maken. Flevolands trots. Wil jij ook genieten van de smaak van Flevoland? Bestel dan de Flavorbox op de website van Flevofood. Mooie weergave van wat de Flavorbox is. We gaan het er ook even over hebben wat daar allemaal is ontstaan afgelopen jaar. Inmiddels is ook aangeschoven Karin Perduims, zeg ik zo goed? Ja, heel goed. Je bent akkerbouwer en pluimveehouder. Klopt. En je naam en de knoflook kwamen zojuist ook al even voorbij. Voordat we bij jou beginnen, even zeg maar, die hype rondom voedselboxen. Want dat gebeurde eigenlijk vorig jaar op het moment dat de horeca sluit, bij de eerste lockdown. Toen was er een explosie van voedselboxen. En dat was ook het moment dat Flavorbox is gestart. Ja, precies. Dat kwam eigenlijk omdat er waren een aantal boeren die hadden het verschrikkelijk moeilijk. Mm-hmm. En er waren consumenten die konden de deur niet uit. Toen dachten we van, ja, daar moet je iets mee kunnen gaan doen. Dus die zijn samengevoegd. De producten, met name van die boerenproducenten die het heel moeilijk hadden, hebben een belrondje gedaan. Van wie hebben er echt de grootste problemen? Die producten zijn erin gegaan. Onder andere van jou. Mm-hmm. En dat is, een week of 8 of 10 zijn dat dezelfde type producten geweest, waarvan 1 of 2 producten wisselden in de box. En die hebben we eigenlijk voor veel te goedkoop van de hand gedaan. Maar dat geeft niet. Want de bedoeling was natuurlijk om gewoon die boeren ook te helpen en om mensen van goed voedsel te voorzien. Ja. En dat is er super mee gelukt. Ja. En nu zou je dus doorgaan, zag je net in het filmpje, naar een doorlopend aanbod. Ja. We hebben hem nu 1 keer in de maand. Van de zomer hebben we geëvalueerd en gekeken van oké, wat gaan we er dan mee doen? En we hebben gezegd van wat we willen is eigenlijk de smaak van Flevoland. Dus de wereldse gerechten met lokale ingrediënten. Die willen we laten zien in de box, waar we eigenlijk mee begonnen. Er is meer dan alleen maar aardappels, uien en wortelen. Ja. Je ziet hier al een selectie ervan. Nou, elke maand zitten daar prachtige lokale seizoensproducten in. Die echt aansluiten bij wat is er op dat moment. Bijvoorbeeld deze week was het nog zelfs spannend of we de groene asperges er wel of niet in konden. Want ze zijn nu net van het land. Ja. Maar ze zitten erin en er komt fantastische e-magazine zitten bij met achtergrondverhalen, recepten. Ja, dus dat hebben we er allemaal bij gedaan. En dit is echt een soort van staalkaart van wat er allemaal in de provincie is te koop. Om mensen te inspireren om ook op zoek te gaan naar lokale producenten en het daar gewoon te kopen. Ja. En het opzetten van zo'n korte keten, daar wordt soms ingewikkeld over gedaan. Maar uiteindelijk is dat, als het onder druk staat, is dat dus echt in een hele korte tijd. Ik bedoel, je zal tegen veel belemmeringen aangelopen zijn, maar is een hele korte tijd uit de grond gestampt. Dat is een kwestie van handen uit de mouwen en gewoon doen. En gelukkig hebben we daar ook hulp van gekregen, financiële hulp van onder andere Flevo Campus en volgens mij de provincie, om dat van elkaar te krijgen. Ja. Maar het is wel gelukt. Dus dat betekent ook dat je nu inderdaad gewoon elke maand weer, ik weet niet hoeveel mensen blij kan maken, met zo'n box, die dan weer echt die mooie producten ontdekken. En ik heb het echt over ontdekken, want zelfs ik als, ik weet best wel wat van de gastronomie hier in Flevoland, maar er zit echt voor mij bijna ook een keer een verrassing in. Jij bent boer, mag ik zo zeggen, hè? Akkerbouwer en pluimverhouder, zei ik net heel netjes, maar leveren jullie voor, want jullie producten zitten in de Flevobox. Ja. Leveren jullie daarvoor ook in korte ketens of op andere wijze? Ja, we zijn een tijdje geleden begonnen met een winkeltje. Eerst met een steentje langs de weg, zoals je wel kent, met een bakje geld ernaast. Ja. De kinderen begonnen dat en toen ging dat een beetje lopen. En zo zijn we een winkeltje begonnen 4 jaar geleden. Ja. En de coronacrisis kwam. Flevoer die kwam met een vraag van, hebben jullie daar ook iets voor in de box? En op dat moment hebben wij geen verse knoflookbollen. En dat verwacht men natuurlijk het hele jaar, want dat ligt in de winkel ook. Ja. Maar dat hadden we niet. En toen zeg ik, nou, maar ik heb wel een alternatief wat ik de klanten altijd aanbied. En dat is een potje knoflook pasta gemaakt en dat is lang houdbaar. Ja, maar dat is die te maak groot. Je zelf? Ja, dat is te groot en dat is te veel voor in zo'n box. Dan ga je snel denken, schakelen. En toen hebben we een alternatief bedacht in een kleine verpakking. En we gingen van 0 tot 100 in 3 seconden met die Flevoerbox. En ik denk alle leveranciers. En je zat allemaal met producten. Daarom was de prijs toen ook zo goedkoop. Want het was allemaal goedkoop. Ja.
Dat is natuurlijk omdat niet... het toen een overschot was omdat andere... Precies, door de corona, de horeca viel weg, afzet, buitenlandse afzet viel weg. En daardoor waren er toch wel wat problemen. Ja. En dan heb je gewoon zoiets van, nou, dit gaan we doen. En ja. Mensen kennen je product en komen misschien terug. Nou, dat is gelukt. Ja, want dat is natuurlijk ook wat je verhoort. Hè? Rondom de coronacrisis was er heel veel aandacht. En dat er ontzettend veel omzetstijging was. In ieder geval rondom de korte keten. Ja. Maar daarna is het wel ingezakt. Of valt dat mee bij jullie? Ja, het is wel iets. Het is niet meer zo gek als toen, die 2 maanden. Ja. Iedereen van de wereld. Ik heb toen een mevrouw gehad die zei: ik ga dit tegen niemand vertellen dat jij hier zit. Want het was hamsteren toen. Ja. Weet je wel. Ik dacht, joh, we hebben zat hier. Weet je? En dat is zo leuk dat ze dat nu kunnen. Dat mensen dat beseffen van. We hebben zoveel mooie producten, wat jij al zei, Bouke. Dus, en er is voldoende. Ja. 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 En, Op jouw vraag. Maar er zijn wel heel veel mensen blijven hangen. Dus het is misschien wel iets ingezakt. Maar zeker, mensen komen terug. En voor de smaak, voor het contact, voor het verhaal. Ja. En even lekker een uitje in de polder. Ja. En is het voor jullie, want je hoort vaak toch boeren, agrarische ondernemers zeggen... die korte keten, dat is kost heel veel tijd, levert onvoldoende op. Dat is geen verdienmodel. Hoe kijk jij daar naar? Ja. Is het aanvullend? Of, Heb ik ook allemaal gedacht, wat je nu zegt. Okay. Vandaar dat wij een combinatie hebben met een winkel en een automaat. Ja. En zodat ik toch nog tijd heb om op die trekker te zitten en tussen de kippen te lopen... En een sociaal leven te hebben. Enigszins. En, dus dat, daar zijn oplossingen voor. En, maar het is inderdaad... je veel lef hebben, investeren. En je weet ook eigenlijk niet waar je aan begint. Nee. En is er een soort van... is het een deel van jullie totale omzet? Bedoel je, en hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja, daar schrik je nog wel van natuurlijk. Want we zijn inderdaad een handelsland en een provincie die veel naar buiten toe brengt. Dus ik denk dat ik ongeveer aan volumeproduct 5% nu zelf via die korte keten afzet. Ook via lokale collega's, andere boerderijwinkels en restaurants. Maar ik denk dat financieel dat het wel meer als die 5% opbrengt. Ja. Dus dan kan ik wel naar 10% gaan. Dus het volume is dan niet zo groot, maar de marge blijft ook wat meer bij ons. Ja, en het heeft dus voor innovatie gezorgd, want je gaat nieuwe producten... ik heb dus niet meer zo'n potje. En toen aan de telefoon zat ik met Eva van, we willen toch wel meedoen. Nou, ik heb dit nog wel, niet in die verpakking. Nou, en dan krijg je een schakel, dan krijg je van Bouke, ik denk 400 stuks. En dan denk je, dat ga ik doen. En dan moet je dat inkopen, die verpakking. En dan krijg ik een telefoontje een dag later, 1250 stuks. En dan overmorgen klaar. En dan denk je, dat doen we. Maar ondertussen dan denk je, hoe gaan we dat doen? Ja. En dat is ook weer heel leuk. En dus die Flevoerbos zorgt voor positieve energie. En dat heeft ons ook wel door die crisis heen gesleurd van, er is vraag. Aan de gang en blijven. Huppatee, precies. Door. Ja. Nou, dus, en wat ik uit je verhaal ook een beetje distilleer, is dat er soms wel eens tegenover elkaar wordt gezet. Hè, van, korte keten is maar voor een kleine groep. En jij zegt eigenlijk, het is misschien voor een brede groep, misschien een klein deel van mijn bedrijf, maar wel een relevant deel van mijn bedrijf. Precies, ja. En dat zou wel groter kunnen worden, omdat mensen... je kan het verhaal vertellen dat je dus niet een heel jaar rond... Groene asperges vind ik zo'n mooi voorbeeld. In de winkel liggen ze er gewoon. De supermarkt zegt gewoon, je moet dan leveren, en dat is er. Maar die Flevoerbos kan uitleggen, we weten het nog niet, want het is koud enzovoorts. Dat verhaal dat mensen begrijpen dat het er niet altijd maar is. En dat het dus een alternatief kan zijn. En dat vind ik ook, de koks die bij Flevoerbos betrokken zijn, die zeggen dan, als je nou niet die ui hebt, neem dan een prei. Ze bieden alternatieven, wees creatief met wat je hebt hier lokaal. Ja. Want er is heel veel, maar dat recept dat schrijft dan voor 3 tenen knoflook. Ik heb geen knoflook, maar wel pasta. Ja. Dan doe je 3, zo. Dat, ja. en, of als je geen knoflook hebt, neem je een ui, een preitje of een, een shallotje. Ik bedoel, wees creatief. En dat is de samenwerking, maakt het zo krachtig. Want dat kan ik natuurlijk niet allemaal als boer. Ja. Ik bedoel, dat maakt de samenwerking heel erg leuk. Ja. Ja, dus de doelgroep is inderdaad een belangrijk vraagstuk. En daar is ook wel eens, en ik denk dat dat in dit soort initiatieven ook absoluut zo is, dat er een bepaald soort doelgroep is die dat ervoor over heeft en dan ook daadwerkelijk ook kan betalen. Dat is niet onbelangrijk. En mensen moeten natuurlijk meer doen dan alleen eten kopen. Is daar veel werk te doen? Is het alleen maar voor een bepaalde kleine groep, denk je, Sharon? Of is dat, want het is natuurlijk een beetje een afweging in. Aan de ene kant moet je het ook bijzonder en lekker maken en moet je er wat meer tijd. Dus dan bereik je een bepaalde doelgroep. Maar eigenlijk zou je willen dat het niet zo exclusief wordt. Eigenlijk is het makkelijker. Okay. Want de producten zijn beter.
omdat het seizoensgebonden is. Ja. Alleen mensen missen bepaalde kennis. Als je gewoon niet weet wat het is, dan is het moeilijk om te bereiden. Maar net zoals al het mooiste wat ik nu bij elkaar verzameld heb, dat is voor mij bijna geen werk meer aan. Nee precies, omdat die producten zo goed zijn. Ja, het is echt een verschil. Je doet seizoensgebonden. Hetzelfde ook met de kaas dat we hebben. Dat varieert ook gewoon. Dus het romiger, de graske. Ja, er zit zoveel verschil in. Ja. En ik vind het juist leuk omdat het zo lokaal is en seizoensgebonden. Er zit zoveel smaak in de producten zelf, waardoor het... Ja. Dus eigenlijk dat beeld, zeg jij, van exclusief en per definitie duur, dat hoeft niet altijd zo te zijn, dat is echt aan het veranderen. Ja, ja. Dat is ook gewoon niet zo. Ja. Nee. Dat is wel een interessant, denk ik, opzet. We hebben ook aan de telefoon, als het goed is, of in ieder geval via de Skype-verbinding, hebben we Cynthia Hansma van het Rode Kruis. Je bent er al. Kijk, de techniek werkt hartstikke goed. Ja. Dag, fijn dat je er bent. Je hebt de discussie volgens mij een beetje gevolgd. We hadden het over de doelgroepen voor lokaal voedsel. En ik geef zelf even een kleine voorzet, want naast de Flavorbox, en Bouke was daar ook bij betrokken, is tijdens de eerste coronacrisis hebben de Taskforce Korte Keten, Local to Local en Flavorfood de handen ineengeslagen op eigenlijk een vraag vanuit het Rode Kruis. Omdat er toen in vrij korte tijd echt voedselhulp nodig was. En jullie vonden het belangrijk om dat te kijken, kunnen we dat vanuit lokale boeren sourcen? Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Vertel een beetje vanuit het perspectief van de Rode Kruis waarom jullie deze lokale boeren wilden betrekken bij deze vraag. Ja, eigenlijk zag je daar dat er twee problemen samenkwamen, of twee uitdagingen. Hè? De uitdaging van de boeren, die ik net ook al voorbij hoorde komen, om voldoende afzet voor de producten te vinden. En de uitdaging die wij hadden, samen met lokale partners in het land, om mensen die inderdaad voedselnood hadden, van voedsel te voorzien. Ergens is daar het contact gekomen en zie je dus aan twee kanten een uitdaging, maar dus ook een win ontstaan. Hè? Dus als je die producten, als je daar toch een eerlijke prijs voor kan betalen en dan dus boxen samen kan stellen voor mensen die tekort aan voedsel hebben. En zo is dat samengekomen. Even de omvang daarvan, want er zijn hoeveel boxen zijn er ongeveer verspreid en wat zat daar dan ongeveer in? Dat was mei 2020, ongeveer 1000 boxen per week. En daar zat voor twee personen twee à drie maaltijden in. En daarna is dat gegroeid naar een piek eigenlijk van 3000 boxen per week. En eind juli zaten we ook nog op 2600 boxen. Ja, uit mijn hoofd zeg ik dat we volgens mij in totaal iets van 25.000 boxen volgens mij hebben verspreid. Alleen op een gegeven moment zijn we gaan kijken. We worstelden wat met ook toch wel een wens naar wat meer houdbare producten. Omdat soms op sommige plekken, zoals in Amsterdam, werd er ook veel vers op andere manieren aangeboden. Plus de uitdaging die je had van, als je kijkt naar de producten die erin zaten, nou was dat veel, dat wisselde eigenlijk steeds. Hè, dus wat is er beschikbaar? Veel verse groenten in combinatie ook met aardappelen. Mensen waardeerden ook heel erg dat ze dus vers voedsel, verse groenten kregen. Alleen soms sloot het niet helemaal aan bij de achtergrond van mensen. He, dus dat ze niet helemaal wisten ook van wat kan ik hiervan maken, wat past bij mijn cultuur of bij mijn wensen. En de wens om toch wat meer houdbaar te hebben. Dus daar merkte we op een gegeven moment dat er wat wrijving ontstond. En dat imago dus van dat het duur zou moeten zijn. Kijk, uiteindelijk werd er dus ook een hele logistieke keten eigenlijk heel snel opgezet. Hè. Dat was nog een van de grotere uitdagingen. Maar uiteindelijk was dat, dus hoeft het niet per se te gaan over de prijs van de individuele producten. Want dat kon, in ieder geval in een beginfase, kon dat uit. Ook voor jullie vanuit Flavorfood. Ja, met name omdat natuurlijk die aantallen zo interessant waren. Kijk, dat waren van 1000 tot 3000. Volgens mij ging dat in 1, 2, 3 weken tijd ging dat best heel rap. En dan kan je natuurlijk gewoon op professioneel niveau kan je gewoon de bestaande keten inschakelen. Ja. En ook zelfs met inpak hebben we daar een bedrijf voor in de arm genomen die normaal gesproken in december kerstpakketten inpakt. Oh ja, dat... Nou, die hebben ze hele die rollenbanen staan. Dus die hebben ons gewoon daarmee geholpen. Die hebben het opgezet. En juist omdat het om die aantallen gaat. En dat vind ik heel mooi. Want je ziet dat het nu om kleine aantallen is het best lastig. Ja. Maar schaal je het iets op,
Ik bedoel, en 3000 boxen, het is hartstikke veel, maar als je het vergelijkt met wat er al geconsumeerd wordt in Nederland, is het natuurlijk nog steeds peanuts. Mm-hmm. Maar zelfs met die aantallen kun je het al gewoon flink opschalen en kunnen dat gewoon al redelijk efficiënt doen. Ja, en daar zeg je wel iets fundamenteels op het moment dat, want er wordt de vraag vanuit de consument lijkt soms misschien achter te blijven, maar op het moment dat je dus die vraag ergens in beeld hebt, dan kan je in een vrij korte tijd een efficiënte korte keten opzetten. Dat is hier geleerd en dat hebben we afgelopen jaar ook weer in een ander project gedaan van Climate Kick EIT Mobility. We hebben een aantal stromen samengevoegd en dan zie je dat je gewoon als jij dat van 3 of 4 verschillende stromen samenvoegt, dat je het in één keer een behoorlijk efficiëntieslag van, ik meen iets van 30% of 40% behaalt, waarmee je in één keer dus ook CO2 bespaart. Je maakt het efficiënter en je kunt het makkelijker opzetten. En deze aantallen waren fantastisch daarvoor. Dus daar hebben we veel van geleerd. Ja. Ik zag toevallig vanochtend volgens mij op NOS dat Rode Kruis, helaas moet je eigenlijk zeggen, doorgaat met voedselvoorziening ook in Nederland. Iets wat daarvoor niet gebeurde, geloof ik. Jullie zijn ook aan het nadenken over hoe kunnen we dit op de lange termijn wat duurzamer inrichten. Wat zijn daar nu in de brede zin de gedachtenvorming over? Naast dat je misschien hoopt dat het op een gegeven moment niet meer nodig is in Nederland. Maar hoe kunnen we dit soort voedselvoorziening voor groepen die dat nodig hebben inderdaad beter koppelen ook met ontwikkeling richting meer lokaal voedsel? Ja, we denken eigenlijk na op twee richtingen. De ene richting is, wat moeten we klaar hebben staan op het moment dat er een grote ramp gebeurt. Dat kan dus een pandemie zijn, zoals in dit geval, maar dat kan ook een overstroming zijn of een hele strenge winter die weken duurt. Wat moet je dan klaar hebben staan voor mensen die dan tijdelijk geen toegang tot voedsel hebben? Die pandemie is in die zin een wat rare, want die duurt ook wat lang. Normaal bij een overstroming, of bij een ander soort ramp is het meer weken of misschien twee maanden. Dus dat is meer de rampenkant. Maar er zijn ook mensen die om hele andere redenen voedselnood hebben in Nederland en die niet allemaal door andere organisaties geholpen kunnen worden. Ik noem bijvoorbeeld een groep ongedocumenteerde migranten, maar ook soms een groep die net boven een bepaald minimum verdient. We zien nog groepen die daar nog hulp nodig hebben. En daarin kijken we natuurlijk allereerst wel van wat doen bestaande organisaties en wat kunnen zij wellicht nog meer doen. En daarnaast proberen we te kijken wat zou het Rode Kruis dan kunnen doen. En dan gaan we uit van hun behoeften. Dus wat is dat voor een groep mensen, welke uitdagingen kijken zij naar en welke behoeften hebben zij en wat kan het Rode Kruis daarin betekenen? Dat is eigenlijk een beetje de probleemkant. We zien één domein, proberen we ook even in domeinen te denken. Eén groep of domein die we zien is dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Vervolgens gaan we ook kijken welke oplossingsrichtingen hebben we. En daar zie je bijvoorbeeld dat stukje verspild voedsel. Wat kunnen we daarmee? Of korte keten, wat kunnen we daarmee? Dat zijn wel oplossingsrichtingen die we meenemen vervolgens in een soort creatieve fase. Waar je gaat kijken, wat voor oplossing gaan we nu aan deze groep aanbieden? En daar zijn we eigenlijk nog volop mee bezig. Want we zijn inderdaad in mei überhaupt pas gestart met voedselhulp. En je ziet dus dat de afgelopen maanden hebben we goed gekeken van wat zien we nou in Nederland op het gebied van voedselnood. En nu zitten we in de fase dat we wel een aantal domeinen hebben die onze aandacht hebben. Zoals bijvoorbeeld de kinderen, maar ook groepen die echt buiten de boot vallen. En zijn we aan het kijken wat voor concepten of interventies, hulpverlening kunnen we daarop ontwikkelen. En kunnen we gaan testen om ook op de lange termijn mee door te gaan. Ja. Nou, bijzondere ontwikkelingen en ik denk, ik was ook vrij dicht betrokken bij dit proces en eigenlijk vanuit twee kanten, zowel de vraagsturing en het kunnen opzetten van korte ketens in een hele korte tijd, dus wat daar allemaal geleerd is, als inderdaad de aanzet tot het is toch eigenlijk belangrijk en raar dat groepen die dat nodig hebben, dat voedsel van ver zou moeten komen of misschien ook niet altijd de meest gezonde samenstelling is. Daar was dit een heel goed startpunt in en dat zal ongetwijfeld doorontwikkelen de komende tijd. Sint, ik wil jou heel erg bedanken voor de tijd die je voor ons had, ook last minute en voor ons hebt kunnen vrijmaken. Veel succes ook met je belangrijke werk en ik hoop dat deze verbindingen verder uitgerecht worden. Dankjewel. Dankjewel. Er zijn natuurlijk nog best uitdagingen, wat we ook al zeiden, bij het professionaliseren van korte ketens. De vliegwiel van de coronacrisis heeft een heleboel dingen in gang gezet. Eigenlijk liet jij ook zien vanuit het boerenbedrijf, het is echt bijna elke week of elke maand weer op een nieuwe manier bijna je hele bedrijfsvoering onder de loep nemen.
Wat kan de provincie daar concreet in aanbieden om ondernemers, misschien boeren, daarmee te helpen? En ook tussenpartijen zoals de Vereniging Flevo Food. Wat zijn daar op dit moment de ideeën en de programma's over? Ja, op dit moment zijn we, april zijn we dit jaar gestart met een ondernemersprogramma. Daar had ik net al kort naar verwezen. Dus dat is een programma die wij in Manchester hebben gezien. Dat is een, dat heet de Recipe for Success. Daar is in een periode van ongeveer 3 maanden worden ondernemers begeleid met een aantal workshops. Rondom branding bijvoorbeeld, maar ook voedselveiligheid. En dat vonden we zo interessant dat we dat nu naar Flevoland hebben vertaald. En daar hebben we nu de eerste 3 workshops kunnen geven. Dit is een pilotjaar. En de volgende workshop is in 22 juni. En daar gaan we gewoon heel veel van leren. En hopen dat we dat daarna nog verder kunnen opzetten. En wat voor soort ondernemers doen er op dit moment aan mee? Ja, dat is eigenlijk een hele diverse groep. Dus dat zijn hele startende ondernemers, maar ook al ondernemers die wat verder zijn in hun ontwikkeling. En dat kenmerkende wel is dat zij allemaal echt een hele duidelijke groeiambitie hebben. Ja. Dus ze weten, oké, dit is de stip op de horizon, daar willen ze naartoe. En wij kijken gewoon met een business developer, wat door Horizon Flevoland gefaciliteerd en begeleid wordt. Die gaat gewoon heel, heel gerichte ondernemers begeleiden en kijken naar de vraagstukken. Ja, en die loopt nu en er komt in najaar als het goed is weer een vervolg online vanwege... Ja, we moesten inderdaad een aantal sessies nu online organiseren. De volgende wordt wel fysiek. Dat gaan we nu dit jaar evalueren, zodat we hopelijk daarna in het najaar of volgend jaar een tweede editie kunnen organiseren. En dan in aangepaste versie waar we... hebben geleerd dit jaar. Ja, we gaan zo meteen even naar een video kijken van de samenwerking op internationaal niveau. Dat is natuurlijk al een aantal keer genoemd. Maar daarvoor nog even de vraag. Jij bent begonnen met dit te ontwikkelen. Jij ziet hier toekomst in. Je gaat hier absoluut in door. Ja, in korte keten vind ik heel belangrijk. En het is niet alleen omdat het voor ons zelf een stukje marge is. Maar vooral het verhaal vertellen. Maar lokaal is natuurlijk ook gewoon duurzaam. En het is niet alleen CO2-uitstoot, maar het is ook je besteedt je geld in je lokale omgeving. En je weet wat er groeit. En de biodiversiteit en alles in jouw omgeving wordt daar ook beter van. Dus het is niet alleen maar dat stukje vers, goedkoop, lekker, maar het is wat breder nog in mijn beleving. Vanuit boek ga je daar ook op een andere manier over nadenken. Hoe vertel ik het verhaal? Hoe kan ik het investeren eigenlijk in... Ja. En wat doen wij hier? En vertellen wat je doet. En dan zeggen ze, oh echt? Ja, dat eenzijdige beeld wat soms geschetst wordt. Ja, als je op een boerderij komt in het winkeltje, dan heb je wel eens een gesprek met iemand. En dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. En ook daar zit die twee strijd, zou ik bijna zeggen, tussen lange en korte ketens. Die bestaat eigenlijk niet, want jullie in dat bedrijf voegen dat samen, zeg maar. Ja. En je kan daar ook een gesprek over met consumenten over hebben wat de afzetmarkten zijn en hoe dat werkt. Ja, en ook gewoon uitleggen dat we maar 1 oost per jaar hebben. En dat het dan op een gegeven moment de kwaliteit ook verandert en de smaak. En dat het per jaar kan veranderen qua grootte. Dat gaat gewoon, in de supermarkt liggen natuurlijk allemaal keurige producten en de rest wordt gewoon, weet je, dus dat is gewoon leuk om uit te leggen. En helemaal als mensen een moestuin hebben, had jij het ook al over, dan zeg ik stop dat teentje knoflook in de grond en dan kan je zelf je knoflook gaan telen. Dus je gewoon dat wist ik ook niet eens. Absoluut, die je bij ons koopt, kan je ook planten. Heel veel moestuiniers komen langs. En dat vind ik gewoon gezellig en dat vind ik leuk. En uitleggen van hoe meer mensen het snappen, het voedselsysteem. Hoe meer je het ook gaat waarderen. En het smaakt nog lekkerder ook, als je het zelf gemaakt hebt. Ja, ik denk één belangrijk ding wat je nu inderdaad zegt. Dat je wat je in de korte keten doet, kun je terugvertalen naar je bedrijfsvoering. Dus uiteindelijk dat gedeelte wat je extra aan inkomsten hebt, kan je weer investeren in betere grondbewerking. Dat soort dingen. Dus uiteindelijk word je er als consument beter van, omdat je omgeving goed verandert. Ja. Precies. Daar draag je als consument ook. Dat is uiteindelijk wat de einddoelstelling is hiervan. Ja. En even reclame, waar kunnen we, wat heb je allemaal en waar kunnen we het krijgen? Nou, aan de Vogelweg 20, midden in de provincie. Ik heb veel houdbare producten, omdat ze toch wat verder weg moeten rijden. Hè? En dat willen we dus ook een beetje voorkomen. Je hoeft niet per se iedere week te komen bij ons. En die automaat, als je van Almere naar Walibi rijdt, dan ga je er even langs. Weet je? En niet expres langs rijden. Het mag ook natuurlijk een keer, maar weet je, combineer het. En we zitten midden in de polder. We hebben heerlijke knoflook en kip. En langzaam groeiende. En waar we het al over hadden. En gewoon
En geniet ook van die prachtige polder, zou ik zeggen. Ja, en dus via de Flavorbox soms verkrijgbaar. Ja. En op de kaart hier straks? De knoflook. De knoflook staat er. Oké, dus dit is vanaf... wanneer zijn jullie officieel open voor het publiek? Volgende week. Volgende week ook hier. op en je hebt lekkere knoflookstengels boven nu, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb alles bevroren gekregen, gepureerd gekregen en zonder bolletje. Ja, top. Sharon en Kaan, ik wil je heel erg bedanken voor jullie bijdrage hier. Wij gaan zo meteen verder met het officiële deel van de dag, zou ik willen zeggen, de regionale alliantie. En we zoomen eerst nog even uit inderdaad naar het internationale perspectief met een video over de uitwisseling op Europees gebied in het kader van het Food Change for Europe project. Dus daar gaan we naar kijken. Dank jullie wel. Food Change for Europe is a European project where regions, policymakers, NGOs, private sector parties work together to learn from each other and to foster new ways to improve the regional food chain. This week we have the Flevoland peer review in the Interreg project of Food Change for Europe. And the focus in our peer review is about shortening the change. Farmers who are willing to get closer to the consumers and bring their products to the market themselves instead of selling it to big companies. And what we're trying to learn is how can we help the Flevoland entrepreneurs and how can we as a province of Flevoland be most effective in it. So today's been really interesting and we've heard a lot about Flevoland and province and how it works and the kind of schemes that they have planned. It's given us good context to bring forward to our visits for the rest of the week, where we can frame all of the questions that we're going to ask and get the most out of the information that's provided. This week we will visit a lot of companies in Almere and Dronten. In Almere we will visit a brewery, Stadslandgroep De Kempaan, the Urban Greeners at the Floriade site, Stai Food Group in Dronten, and the Eres University. We started the Dutch carrot dog, also knakwortel, and it's a marinated carrot instead of a normal hot dog, actually. I think they should know how easy it is to start something if you really want it. If you have some space, some time, some energy, just go and start. The hard work of the people that are, you know, stealing land from the sea, are producing cities out of the mud, and it's very, very impressive from my point of view. Coming from a country that it's very beautiful by them, their own. We as Eres University of Applied Sciences are a partner in the project and it's very beneficial for us. We get all kinds of content input for our study programs that we offer to our Dutch and international students. And it's always good to hear from different regions what's going on there and how you can use that information. Well, this morning we received the results of the peer review. The whole team of peer reviewers has been traveling around the province for about 4 days. And they have brought some study visits. And now the results of all this studying was brought to us. Part of the recommendations from my point of view is to create a structure. A business support structure to enable small businesses to flourish, to seek advice which is free or fully funded, to help those small businesses become the medium businesses of the future. I think the key word here is collaboration. So if you want a supply chain to work, you must put together all the stakeholders and trying to make an advantage for all of them. So they should benefit from the collaboration and have an incentive to collaborate. I think from Tuesday of on already that we are thinking about and more questions coming and think, we can do it like this or we can do it like that. Yeah, and I think that is very great that we find out that we have a really a label, and also for Floriade that we have a label coming from Flevoland. They emphasized the fact that we have to work together in the whole region on a shared vision.
And based upon this shared vision, we can make some actions to build new networks, networks that create new possibilities for entrepreneurs in the field of agriculture and food processing. We start today because we are in the middle of the process of vision making. But it's not only about vision, it's also about execution. It's also about how to deliver results on the ground. Dit was een video van uitwisseling van, ik denk, een jaar 4 geleden, toch? Ja, 2018. Ik hoorde hier aan tafel al een beetje die herkenning. En ik was er zelf ook bij, zag ik maar. Dat je ziet, it starts today, de execution. En hoe je ziet dat toch 4 jaar later, wat er eigenlijk allemaal al gerealiseerd is. A, in de infrastructuur, maar ook met name dat toen ter tijd volgens mij, korte keten nog veel meer in de kinderschoenen stond dan nu. Dus interessant om te zien. Bij ons aangeschoven is Karin Senf van Horizon Flevoland. Wat is jouw functie bij Horizon? Ik ben business developer en voornamelijk in de agrofoodsector in Flevoland. En wat doet Horizon, wat voor organisatie is het? Nou, we zijn een ontwikkelingsmaatschappij en bijna alle provincies in Nederland hebben een ontwikkelingsmaatschappij. Wij begeleiden ondernemers bij business development, bij groei, bij innovatie. We hebben een afdeling internationalisering die helpt bij export, maar we hebben ook een afdeling die voor risicofinanciering zorg draagt of starters helpt met de financiering van innovaties. Ja, dus van echt startende tot verder ontwikkelde ondernemers, die kunnen bij jullie terecht voor allerlei zaken. En ook vanuit Agro en Food. Ja, jij bent specifiek gefocust op Agro en Food. Ja. We hadden het inderdaad net over het ondernemingsprogramma wat eigenlijk dus ontwikkeld is in Manchester, zo dank je. dit ging over kennisuitwisseling. Je zeiden, hey, dit hebben we eigenlijk nodig hier in Nederland, dat moeten we hier doen. En Horizon is de uitvoerder daarvan. Ja, nou, wij zijn natuurlijk heel erg blij met de kans die we hebben gekregen van de provincie Flevoland om een stukje onderzoek te doen naar het programma in Manchester. En om te kijken of dat past ook in Flevoland, bij de ondernemers die hier zitten. Manchester is toch wel anders dan dat Almere of een Flevoland is. Dus dat vraagt om een ander programma. En wij hebben daar een programma voor mogen ontwikkelen. En dat zijn we nu aan het testen. En dat vertelde Catharina natuurlijk net al. Ja, en dat is zeer geslaagd. En wij krijgen de kans om die 4 ondernemers in die korte keten te begeleiden. Maar wel ooghoudend naar die business case die goed moet zijn. En dat je best waarde kan toevoegen aan een product. Maar uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Ja. Ja, en dat is dus ook zinvol om dat internationaal uit te wisselen, blijkt dan. Hè? Dus dat iets wat ergens anders werkt, dat kan je niet één op één, neem ik aan, overnemen, maar wel... Nee, en wij doen natuurlijk wel andere begeleidingstrajecten met ondernemers, maar niet zozeer in agro en food. En dat deed je nog niet hiervoor bij Horizon? Nee, wel andere businessversnellers of innovaties of daar in andere sectoren. Daar kan je ook weer van leren hoe dat werkt in andere sectoren. Ja. Dus voor ons is het wel een methodiek die vergelijkbaar is, maar toch anders, omdat het een andere sector is. En omdat je in die korte keten toch die lokale afzet wil realiseren, vraagt dat weer een andere aanpak. Ja. Naast Manchester hebben jullie ook veel geleerd van Maramureș, Roemenië is dat. Wat is daar, wat wordt daar ontwikkeld? Ja, of daar was ook een hele duidelijke kennisuitwisseling. In de tijd dat het Food Chain project liep, was Flevofood aan het opstarten en heeft zich steeds meer ontwikkeld. En in Maramureș waren ze vanuit de traditionele voedselproductie ook heel erg op zoek van hoe ga je als ondernemers verenigen. En daar waren ze heel erg op zoek van hoe doe je dat dan? Dus ze hebben goed gekeken naar Flevofood in die zin en hebben dat eigenlijk nu vertaald naar dus eigenlijk andersom. Hè? De best practice heet dat dan wat zo chic in beleidsjargon vanuit wat er hier ontwikkeld is, dat is eigenlijk daar overgenomen. Ja, klopt, okay. Dus daar hebben ze een soort van Good of Maramureș netwerk ontwikkeld en ook verschillende kennis-events en uitwisselings-events tussen de lokale boeren en ondernemers nu vormgegeven. Dus, En even in de algemene zin, want dat is natuurlijk altijd leuk om aan buitenlanders te laten kijken, maar hebben jullie het idee dat het buitenland kijkt naar wat er hier gebeurt als dat loopt voorop of wat voor manier waarderen ze zeg maar de ontwikkelingen die hier gaande zijn? Ja, ik denk dat we in Flevoland toch wel heel erg aan het pionieren zijn en aan het experimenteren. En dan ook vooral heel erg actiegericht. Ja. Dus dat we gewoon bijvoorbeeld zo'n pilot draaien en gewoon on the go kijken van oké, waar lopen we tegenaan? En daarvan leren en dan vervolgens
opnieuw evalueren en doorgaan. Dus ik denk die aanpak van de pionieren experimenteren, dat is wel iets wat, wat heel waardevol is. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen tussen de, we hebben al eerder gezegd, we hebben hier wellicht minder soort van historie op het gebied van lokaal en streekproducten. Dat er bijvoorbeeld minder streekproducten geregistreerd zijn uit Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk, Italië of Roemenië. Dus dat zijn toch heel andere startpunten wellicht. Ja, ja, want in dat project is ook Emilia Romagna met de bekende Modena Vinegar. Dus ja, daar hebben ze een hele andere aanpak van hoe je netwerk organiseert en community vorming. Maar we hebben daar ook heel veel van geleerd. Ja. Ja, ja, en dus ook niet alles één op één, want we hebben het wel eens gehad over een streek. Jullie zijn met Flavorbox wel aan nadenken van, kan dit meer een label of een streekachtig product ook worden? Inderdaad, een streekproduct. Flavor is de bedoeling dat het zometeen een streekproduct wordt. Dat is niet echt een streekmerk, het is maar net hoe je het noemt. We willen niet een officieel met nog een vinkje en nog dingen. Maar dat het wel herkenbaar is van hieruit de regio. Dat is wel een belangrijke doelstelling. Ja. Zeker, en daar hebben we ook wel van geleerd. Kijk hoe je dat in Italië doet met die labels IGT, IGP, weet ik hoe het allemaal heet, die blauw-rode en gele. Dat is fantastisch. Maar er zijn in Nederland maar 13 of 14 producten die dat hebben. En ik vind dat we eigenlijk veel meer die kant op moeten. Ja. Ja. Ja, niet de historie, maar misschien juist de mogelijkheid in de toekomst. Zeker. Ja. Karin, jij zei net ook al toen je binnenkwam, er is flinke meegepraat in de chat. Ja. Wat is een beetje jouw, nou, haal eens een hoogtepunt vanuit, wat je denkt van dat moet. Nou ja, ik las net in de chat bijvoorbeeld, we hebben Oosterwold als mooi groot stadslandbouw experiment. We hebben biologische landbouw, Bronsweg, Lelystad. Nou, daar lopen we echt in voorop als je al kijkt naar andere provincies. We hebben de Lelystadse boer natuurlijk met de akkerbouw rondom de vliegvelden. Die zijn ook al heel lang bezig, maar waar veel grootschalige landbouw dan tegenaan loopt, is dat is de consument bereid iets meer te betalen. En wil die supermarkt het in de schappen nemen of wil de cateraar kopen? En het gaat dan altijd om prijs. En lokaal voedsel staat dan weliswaar van meer kwaliteit en bijzonder en help ook die lokale producent. Maar als het dan in de supermarkt veel goedkoper is, dan gaan mensen toch voor gemak en voor de prijs. En dat moeten we zien te doorbreken, denk ik. En dat is natuurlijk een transitie, dat gaat niet van de een op de andere dag. En ik denk ook dat samenwerken en het experimenteren in Flevoland, dat gewoon heel erg helpt. Ja. En vooral als je naar die korte keten kijkt, je hoeft het niet alleen te doen, je kan ook partners daarbij zoeken. Ja. En we hebben nou in het traject wat we samen met Catharina dan vormgeven, dan is er bijvoorbeeld een ondernemer die een bepaald product wil afzetten. Nou, dan gaat hij misschien wel een communicatiebureau inhuren of wat onderzoek laten doen. We hebben ook een Universiteit van Wageningen in Flevoland, de Eres Hogeschool zit hier. Ja. Dus er is best heel veel kennis aanwezig. Alleen zo'n ondernemer die gewoon in de waan van zijn dag zit, die moet daar even uitgehaald worden en begeleid worden naar zo'n traject. En ook voor wat langere tijd, zodat hij het kan volhouden en dat hij daar steun bij krijgt. Zit daar niet inderdaad soms een, ik zou bijna willen zeggen, een soort van mismatch? Kijk, ondernemers zijn natuurlijk ook heel erg bezig gewoon met hun kop boven water te houden. Ja. Dat is negatief geformuleerd, of gewoon keihard te groeien. En die denken misschien wel, ondersteuning, tijd stoppen in een cursus, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Hoe schat u dat in, zeg maar, dat toch echt vraaggestuurd is en minder vanuit, zeg ik even met alle respect, vanuit de overheid, we gaan daarmee helpen, dus we gaan iets aanbieden. Die één-op-één begeleiding, dat is belangrijk. Hè? Mijn collega Femke Mos doet de één-op-één begeleiding en die zit ook bovenop die ondernemers, die belt ze, die gaat naar ze toe, die al helpt om hulpvragen op te lossen. Dus dat is denk ik belangrijk. Ik heb het zelf ook met een korte keten project met bokkenvlees bijvoorbeeld gehad. Er moet iemand zijn die gewoon erachteraan blijft zitten, die begeleidt, die helpt, die even af en toe wat voor je oplost. Ja. Dat helpt. En jij zit stevig te knikken, jij bent ondernemer, maar jullie zijn een netwerk van ondernemers ook. Ja. Tijd is niet de vraag, zeg maar. Als het helpt bij de ontwikkeling van je bedrijf, dan is daar echt vraag naar. Ik denk dat elke ondernemer daar zijn eigen keuze moet maken. Maar ik maak daar wel zelf heel duidelijke keuzes inderdaad. Maar ik heb het ook zo vormgegeven dat ik dat kan doen. Ja. Ik spendeer heel veel tijd aan die korte keten om dit op te zetten, omdat ik echt heel intrinsiek voel dat dit moet. Ja. Het voedselsysteem in Nederland moet veranderen, punt. Ja. Heel simpel. Ja. Dus dan moet je tijd en energie in stoppen. En dit programma biedt echt mogelijkheden en kansen. Hebben we ook gezien in Manchester om
eigenlijk de werkgelegenheid te vergroten in je gebied en geld binnen je gebied houden. En dat is wat Karin ook zegt. Het is misschien niet het grootste gedeelte wat je binnenkrijgt in je onderneming, maar het is wel meer marge. Ja. En dat is mooi. Ik denk ook dat heel veel van wat mensen, wat we hebben het ook over, het is te duur of dat soort dingen. Ik denk niet eens dat dat een groot struikelblok is. Het is onbewust onbekwaam. Mensen weten het niet. Ja. Ik denk dat dat een van de grootste punten is. En daarom hebben we bijvoorbeeld die Flavorbox om het meer bekend te maken. Ja. En er moeten nog veel meer dingen gebeuren. Ja. Ja, en ik denk ook gewoon dat het voor iedere portemonnee van iedere consument gemaakt moet worden. Ja. Hè? Want, ja. En daar heb je ook die schaalsprong voor nodig. Ja. Ja, als de dingen duur zijn, logistiek als klein is, ja, dan is het logisch dat het meer kost. Nou, bijvoorbeeld, tegelijkertijd met het Rode Kruis zijn we ook Boeren voor Buren gestart. Dat was ook hetzelfde verhaal. Aan de ene kant heb je heel veel producten over. Aan de andere kant heb je mensen met een kleine portemonnee, met name in gebieden in Amsterdam, West of zo, of Zuidoost. Dat maken we nu beschikbaar. En daar is het lokale voedsel echt serieus de helft van de prijs van Albert Heijn. Wat daar aangeboden wordt. Ja. Dus je kan het zo goedkoop, even. Maar dat zijn dan niet de bewerkte producten, maar dat zijn echt sec, de aardappelen, de wortelen, noem het maar op. Ja. En die krijgen 15 kilo voedsel voor, ik geloof nog geen 15 euro. Ja. Ja. Dat is echt een hele goede prijs voor zo'n kwaliteit voedsel. Ja. En dat zijn allemaal dingen die tijdens de coronacrisis van start zijn. Ja, precies. Ja. En die lopen gelukkig nog steeds. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk de stap maken naar het officiële deel. Nou goed, hiervoor was het natuurlijk ook allemaal zeer belangrijk en officieel, maar toch even een formele stap. Want we hebben het al veel gehad over die regionale alliantie. De gedeputeerde gaf het vanochtend ook aan. En dit is eigenlijk een onderdeel van alle activiteiten die vanuit het Food Forum, provincie Flevoland en het hele netwerk wat we hier voorbij hebben zien komen en horen komen afgelopen uur een onderdeel daarvan uitmaakt. Maar even, wat is die, want die regionale alliantie bestond nog niet. In ieder geval, daar is voorwerk geruimd, die wordt vandaag gelanceerd. Wat is nu specifiek die regionale alliantie en in welk kader moet ik dat plaatsen? Ja, de regionale alliantie is natuurlijk een soort van formeel gemaakte afspraak, of afspraken, maar een, dat je gaat samenwerken tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Dat is eigenlijk wat je gaat doen, om allemaal samen te werken aan uiteindelijk aan de verkrijgbaarheid van lokaal voedsel. Ja. Als je weet dat er nu bijvoorbeeld in de hele MRA 3% lokaal voedsel genuttigd wordt, inclusief horeca en noem het maar op, is dat bijzonder bar weinig. En de ambities liggen daar, het zij in Almere, het zij in Amsterdam, of volgens mij 20% of 25%. En dat kun je voor elkaar krijgen door dit soort regionale allianties te starten. Ja. In de verschillende regio's. En die gaan we met elkaar samenwerken op die verschillende levels. Ja. En die gaan de prioriteiten bepalen. En dat is de manier om dat te gaan doen. Want ja, samenwerken is key. Ja, ja. Ja, dus er worden verschillende regionale allianties opgezet in verschillende delen van het land. Ja. Hè? Dus dat is ook, jij gaf ook al aan, met andere provincies en het Rijk wordt er gewerkt aan een gezamenlijke ambitie, een gezamenlijke visie om de korte keten te versnellen. En deze in Flevoland is eigenlijk de tweede officiële, want in Amsterdam is dat ook gestart. Waarom vind je het vanuit de provincie Flevoland nou zo belangrijk om ook daarin nu gas te geven, zeg maar? Nee, ik denk dat er heel veel al aan bod is gekomen waarom dat zo belangrijk is. Dus dat samenwerking gewoon key is om juist die bovenregionale uitdagingen op te lossen en te kijken hoe je van elkaar kan leren en dan ook vanuit het Europese. En ik denk dat nu de tijd is, vooral met het Floriade als soort van exposure moment in de toekomst, om daar nu juist heel veel stappen in te zetten en coalities te vormen. Ja. En deze alliantie is dan in die zin een coalitie van partijen die achter die ambitie staan om de groei of de consumptie van regionale producten te verdubbelen. Ja. En daar willen wij gewoon als partijen gewoon stevig aan bijdragen. En, en kijken hoe we met elkaar juist die ondernemers daarin kunnen ondersteunen met inderdaad kennis. Of kijken van hoe krijg je het juiste goede verdienmodel. Dus eigenlijk alle dingen die ontwikkeld zijn en wellicht ook het secretariaatrol van deze plek zo'n beetje. Dat is waar ondernemers vanuit primair de provincie Flevoland zich kunnen melden, naartoe kunnen komen om intensiever samen te gaan werken op de korte keten. Ja. En daar wordt dan bovenregionaal weer kennis uitgewisseld met andere regio's. Ja, dat is inderdaad het doel. De partners, want dit is dan ook een, zoals ik begreep, een open alliantie. Hè? Dus er zijn een aantal founding organisaties, maar er staat open voor partijen die daar dan natuurlijk niet zomaar, maar ook een bijdrage aan willen leveren. Er staan hier een aantal van de founding organisaties staan al genoemd. Horizon is daar ook bij. Ja.
Dus op dit moment zijn dat provincie Flevoland, Flevofood, Horizon, de gemeente Almere, die ook daaraan bijdraagt. Rabobank vanuit deze regio, de Taskforce Korte Keten landelijk, omdat die een beetje het format zeg maar hebben bedacht. Food Forum uiteraard en Voedsel Verbind. Misschien nog even iets over Voedsel Verbind. Voedsel Verbind is in samenwerkingspartij van eigenlijk de MRA-regio. Dus Noord-Holland, Amsterdam en Flevoland. En met die samenwerking zitten we ook op een aantal thema's te werken. Om juist het hele voedselsysteem te versnellen. Dus daar zijn ook thema's als gezondheid en circulaire economie. En vooral het voedsellandschap. Een aantal andere thema's opgenomen om juist op een hele, hele brede manier stappen te zetten. Ja, dus het is niet alleen Flevoland, want dat beslaat ook Amsterdam, Noord-Holland of de provincie Noord-Holland en Amsterdam als stedelijke omgeving en ook weer de kennisorganisaties. En een belangrijke partner die natuurlijk nu, Flevofood staat een beetje voorop, maar Local to Local is de partner waar jullie eigenlijk alle logistiek mee doen en ook Mark Frederiks is een van de aanjagers van de regionale allianties. Ja, ik werk heel veel met Mark samen, met Local to Local, om de doodsimpele reden dat je ook gewoon samen moet werken, wat ik een aantal keer gezegd heb. Zij hebben de IT-infrastructuur, wij hebben de mooie producten. Samen ben je krachtiger dan alleen. En ook als je bijvoorbeeld de regio IJsseldelta, een stuk uit Noord-Holland. Dat ligt allemaal rond de provincie Flevoland. Dus je mag het allemaal scharen onder lokaal voedsel. Ik wil het niet hebben over of het nou 20 of 30 of 40 kilometer is. Vind ik echt helemaal niet relevant. Mm-hmm. Maar daar werken we heel veel mee samen. Hè, met Mark. En om dit systeem, om dat voedselsysteem te veranderen. Ja. Om die korte keten vorm te geven. Ja, dus de logistiek van Boeren voor Buren. De logistiek van de Flevobox. Van de Flevobox. Dat doen we met ze samen. Precies. Dat doen we met ze samen. Dat gaat via hun systeem. Met platform werken samen. Juist om dat samen te werken. Betekent dat je dus niet bij je overheid moet investeren in zo'n platform. Platform. Uiteraard betalen we daarvoor. Ja. Maar dus je gebruikt hetzelfde platform. Dat betekent dat je heel makkelijk ook je producten kunt uitwisselen. Ja. En dat is juist heel mooi. Ja, ja. Vanuit Horizon, want je zei al, regionale ontwikkelingsorganisaties bestaan natuurlijk op meerdere plekken. Ja. Hè? Is dit nou iets wat, even misschien een kritische vraag, is het nou wat nodig is? Weer een nieuw platform, weer een nieuwe samenwerking. Vanuit jullie rol, die natuurlijk ook meerdere dingen doen dan alleen aangevoegd en misschien ook in contact staan met andere ontwikkelingsorganisaties. Hoe voegt dit nou toe aan wat er nodig is rondom de korte keten? Nou, ik denk dat het momentum er nu is. Ja. Ik denk, we hebben een prachtige Flevocampus op het Floriade-terrein in Almere. We hebben een voedselstrategie in Almere. Er wordt samengewerkt met de MRA, een groot afzetgebied. Dus ik denk gewoon dat het momentum er is. En het traject dat wij met Catharina, provincie Flevoland ontwikkelen om die ondernemers in die korte keten te begeleiden, dat zouden wij het liefst landelijk willen uitrollen met al die andere collega ontwikkelingsmaatschappijen. Dat doen wij vaker. Ja, okay. En zo'n pilot die we nu uitvoeren, dat zou natuurlijk geweldig zijn als we daar ook de andere regio's mee kunnen verder helpen. Ja, en vooral die ondernemers. Dus die uitwisseling is er al. Ja, zeker. Dit geeft wellicht meer richting, omdat dat is ook wat ik zelf merk, dat rondom korte ketens, je noemde het al een beetje gekscherend van is het nou 10 kilometer, is het 20 kilometer. Er was best wel behoefte aan een gezamenlijke definitie en ook een ambitie om te zeggen, we willen dat vergroten en hoe gaan we dat dan doen? Dat geeft alleen al meer richting, denk ik, in in de ontwikkeling van de korte keten. Ja, en de kracht zit hem dan ook in die samenwerking van die regio's om de transitie echt op gang te krijgen. Ja. En niet alleen binnen Nederland, maar ook internationaal, zoals we Janneke Je hebt natuurlijk Food Chains for Europe waar we in zitten, maar ook nog andere Europese programma's. Want dat is inderdaad, je moet het ook op dat niveau bekijken om het voor elkaar te krijgen. Ja. Een hele belangrijke die in bijvoorbeeld het Smart Chain Consortium is bepaald, is de definitie van een korte keten. Ja. Het gaat niet alleen om in de schakels. Ja. Het gaat ook om sociale, economische en geografische verbondenheid. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja, want als je niet aan hetzelfde werkt, dan krijg je ook niet dezelfde resultaten. Precies. Dus dat krijg je daar van de hand liggend. Ja. Maar dat is wel een stap die nu hiermee gemaakt wordt. Ja. We gaan zo meteen een officieel tekenmoment, of tenminste de provincie Flevoland. Jan-Nico heeft vanochtend al getekend. Ja. Zo meteen heeft hij een flinke krabbel gezet, zoals het hoort. Jullie gaan zo meteen ook officieel tekenen. We hebben ook vanwege onder andere natuurlijk weer de coronamaatregelen, een aantal mensen van organisaties die hun handtekening zetten, maar niet bij zijn. Dus daar hebben we twee videoboodschappen. En ik zou willen beginnen met de boodschap van de wethouder van de gemeente Almere. Hallo. Mijn naam is Roelie Bos en ik hou me als wethouder in Almere bezig met onder andere het thema voedsel. Ik ben heel erg blij
met de ondertekening van de intentieverklaring door zoveel partijen van de regionale alliantie Korte Keten in Flevoland. Graag ondersteun ik het initiatief van harte. Het is een goede eerste stap met elkaar. Mooi dat de regionale alliantie gaat bijdragen aan het ontwikkelen van korte ketens in en rond de provincie Flevoland met concrete doelen. Via een kennis- en innovatieprogramma waarbij de Floriade als vliegwiel wordt gebruikt. De Floriade met haar duurzaamheidsdoelen die daarvoor de volle 100% bij aansluit. Dan wordt het een duidelijke win-win. De gemeenteraad heeft onlangs de voedselstrategie voor de stad aangenomen. Korte ketens en een regionale voedselhub zijn daarin twee concrete doelen. En dat past 100% binnen de doelstelling van de alliantie. Daarom is de gemeente graag partner in deze alliantie. Afsluitend, het is een prachtige, sterke actie en ik wens ons allen heel veel succes. 9 miljard monden voeden is vraagt om een visie en een oplossing die niet ophouden bij de hek van de boerderij of bij de poortjes van de supermarkt. Dit vraagt om een visie en oplossingen. In de hele keten van boer tot bord is meer bewustzijn nodig. Om dat bewustzijn te creëren is onder andere de korte keten een goed middel. Het is niet een doel op zich. Het draagt ook niet in de volle breedte bij. Het is nu zelfs nog maar slechts 5% van de hele voedselproductie. Met de korte keten beogen we dat met name dat burgers en consumenten meer waardering krijgen voor de boeren. En een betere prijs zijn, bereid zijn een betere prijs te betalen voor hun producten. Daarom ondersteunt Rabobank als wereldleidende voed- en agribank de regionale alliantie Korte Keten Flevoland. Wij hebben ons ten doel gesteld om de transitie naar een duurzamer voedselsysteem aan te jagen en te versnellen. En deze alliantie levert daar een hele belangrijke bijdrage in. Dat waren twee mooie videoboodschappen van dus onder andere wethouder van gemeente Almere, Roelie Bos, en namens de Rabobank Inge Ezinga. Dus de Rabobank is ook zowel landelijk, maar ook regionaal heel actief en gaat zich ook officieel voegen bij deze regionale alliantie. Nou, zonder nog meer tijd te verliezen, het officiële tekenmoment. Karin, mag ik jou vragen om de handtekening namens Horizon te zetten? En aan Bouke natuurlijk namens Vereniging Flevo Food. Mooie stevige handtekeningen die er volgens mij daadkracht uitstralen. Dit bord, dat blijft denk ik hier in het Food Forum, hè, want dit is toch wel een beetje de plek waar het allemaal bij elkaar nog komt. Even zoeken waar. We moeten nog een mooie plek, maar goed, er is ruimte genoeg. Er komen nog ondertekeningen bij. Nou, local to local, Mark Frederik zal er ook zijn handtekening zetten. En we zullen ook nog wel zorgen dat op het moment dat de andere partners hier wel fysiek kunnen komen, dat ze ook nog hun krabbel kunnen zetten. Maar bij deze, nou, de officiële lancering van de regionale alliantie, gefeliciteerd. Dank je wel. Aan iedereen. Om dit eigenlijk af te sluiten. We hebben natuurlijk al heel veel gezegd van wat er allemaal mogelijk is. De hele grote ambities vanuit de provincie Flevoland. Mensen die hebben gekeken en die ook in de chat actief zijn. Op het moment dat ze zeggen ik wil me voegen bij de regionale alliantie. Of ik heb gewoon interesse in programma's die gaan ontwikkelen. Waar kunnen zij terecht? In principe bij mij, bij Bouke denk ik ook als Flevo Food en eigenlijk bij iedere partner die zich aansluit bij de alliantie. Maar we hebben ook een algemeen e-mailbox, dus korteketen@flevoland.nl. Ja. Dus daar kan je alle vragen naartoe zetten. En ik wil ook iedereen vooral uitnodigen om zich aan te sluiten, want het is natuurlijk geen exclusieve groep. We gaan iedereen die wil bijdragen aan deze ambitie gewoon laten aansluiten. Ja, en dat gaat allemaal onder andere, als het straks meer mag, vaker ook vanuit het Food Forum. Ja, het is wel de bedoeling dat, we hebben nu in start gezet en dat blijft niet bij dit. Dus we gaan ook door om juist met elkaar te kijken van hoe regelen we inderdaad die logistiek, hoe gaan we data verder oppakken in de regio en hoe kunnen we dat dan uitwisselen met de andere regio's. Ja, ja, helemaal goed. Catharina, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid tijdens het hele webinar.
Nogmaals, dus kom in contact met de regionale alliantie en met provincie Flevoland via het e-mailadres korteketen@flevoland.nl. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het meepraten in de chat, dat ook allemaal natuurlijk doorgestuurd wordt naar Catharina. Hou de nieuwsbrief van de provincie Flevoland en de website van het Food Forum in de gaten voor nieuwe updates. En nou, hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort hier in het Food Forum in Almere. Een hele fijne middag nog gewenst.